Vandaag is het de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling. En dat betekent dat je vanaf het station hier in Vlissingen structureel 5 minuten langer onderweg bent naar Rotterdam. Daartegenover staat dan weer dat je 10 minuten eerder in Noord-Brabant bent. En van tevoren was ook beloofd dat bussen goed zouden aansluiten op de trein. Maar bij reizigers hier op station Vlissingen blijkt vanmorgen iets anders. En ze zijn dan ook niet zo blij met de nieuwe dienstregeling. Mevrouw, de nieuwe dienstregeling, wat vindt u ervan? Ja, kut. Mag ik dat niet zeggen? Ja, het is echt vervelend. Ik moet gewoon nu nog een kwartier vroeger mijn nest uit. Omdat het zo slecht aansluit. Omdat ik gewoon niet op Rotterdam Blaak kan komen. Zonder dat ik bijna een half uur moet wachten op Dordrecht. Ja, gewoon balen. Vanochtend was voor mij heel fijn. Ik kon langer slapen, dus ik vond het niet heel erg. Maar ik snap voor de mensen die naar Amsterdam willen of ergens anders heen, dat het heel vervelend is en dat ze moeten omreizen en het minder makkelijk is. Jij komt hier naar Vlissingen toe, je zit hier op school? Nee, ik loop stage bij Basic Fit in Vlissingen, dus ik hoef alleen voor stage te zijn, dus ik hoef niet naar school. Mevrouw, u heeft het gered. Wat vindt u van de nieuwe dienstregeling? De vorige kwam wel iets beter uit. Want? Als ik nu op school aankom, dan moet ik 20 minuten wachten voordat de les begint. Dus met de vorige trein zou ik dat net niet halen. Ik ben er eigenlijk niet zo heel erg blij mee. Het heeft toch niet zoveel voordelen dan dat ik dacht dat het zou hebben. Dus jammer. Want wat zijn de nadelen voor u? Nou, voor mij is eigenlijk niet echt heel veel veranderd. Alleen de tijden. Maar bijvoorbeeld mijn bus slijt er nooit aan op mijn trein. En nu hebben ze de tijden wel veranderd, maar het slijt alsnog niet aan. Ik moet alsnog 20 minuten wachten totdat mijn bus komt. Dus ja, het zou voor mij prima zijn geweest als het gewoon bleef zoals het was. Verschillende meningen dus over de nieuwe dienstregeling van de NS. Maar goed, die dienstregeling is een feit. En deze trein die vertrekt nu helaas met vertraging.